Ik heb in Minecraft een hele hoop veilige huizen gebouwd. En dit heb ik inmiddels al tegen een heleboel YouTubers gedaan. En daarom heb ik voor jullie een extra lange video gemaakt. Met daarin de beste veiligste huizen die ik ooit gemaakt heb. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en let alsjeblieft niet te veel op mijn haar. Santino, ben jij er klaar voor? Jazeker, ik ben er heel erg klaar voor. Oh, Santino, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Dit is mijn kant, doei! Oké, dames en heren, we moeten dus een super mooi beveiligd huis gaan maken. En wat we daar zoals altijd voor gebruiken, is natuurlijk bedrock. En die gaan we ook meteen eventjes plaatsen. Dus we zetten hier gelijk even een muurtje neer. Ik heb nog geen idee wat ik ga maken. Maar het leek me leuk vandaag om een soort van klein, compact, maar toch wel goed beveiligd huis te maken. Kun je me nog volgen? Even kijken, we moeten wel wat verder van de rand afbouwen. Dus dan doen we het gewoon zo, op deze manier. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 breed. Dus doe ik 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. En dan gaan we zo door. En dit wordt zeg maar het middelste punt van ons huis. Dit wordt dan natuurlijk niet alles, want dit zou wel echt heel erg klein zijn. Maar dit wordt in ieder geval de basis. Ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag weer gaan maken. Ik heb zelf nog werkelijk waar geen idee. Als je nou ideeën hebt wat ik kan gaan bouwen in deze serie, laat het eventjes weten hier zo onder in de comments. En als jij nog andere YouTubers weet waarmee ik dit moet opnemen, laat het dan ook zeker eventjes weten. Oké, dames en heren, de muren staan. Dan is het nu natuurlijk tijd om een mooi plafond te gaan bouwen, want dat hoort er natuurlijk ook bij. En mensen, wees niet bang, dit is nog niet alles, oké? Dit wordt niet het hele huisje, dat zou echt een klein beetje zielig zijn. Ik zit eraan te denken om hier een soort van middelpunt van te maken en dat dit dan de kluis gaat worden. Dat zou wel echt enorm ziek zijn. We gaan natuurlijk ook meteen even wat sentry guns plaatsen hier zo op het huis. En vanaf de buitenkant zie je gewoon niet dat dit geweren zijn, maar dat zijn het dus wel, oké? Als Santino weer dadelijk komt, gaan deze geweren vuren op Santino en ik ben benieuwd of dat hij het gaat overleven. Oké, nu hebben we dus dit gemaakt en ik denk dat het tijd is voor een kleine lavagracht. Ik denk dat ik hem iets van 3 breed gaan maken of zo. Ja, zoiets. Dit is wel een mooi aantal. En ik denk dat we dadelijk hierom zelfs nog een hele muur gaan bouwen. Ik denk echt dat het wel best wel vet kan worden eigenlijk. Oké, dames en heren. En ik heb de hele gracht uitgegraven zoals je kan zien. En dan mist er nu nog maar één ding. En dat is natuurlijk lava. Kijk eens aan, dames en heren. We zetten hier gewoon eventjes lekker wat lava neer hier zo. Want ja, een gracht is natuurlijk helemaal niks zonder de lava. Hoppakee. Deze kant ook nog eventjes lekker bijvullen. En dan het middelste stukje nog even. Even zo, hoppa. En dames en heren, dan is de lavagracht af. Hier gaan we natuurlijk weer een bekende deur neerzetten. En dat wordt de keypad deur. En vandaag gaan we als code doen 0000. Weet je, die is toch best wel makkelijk te kraken, zou je denken. Kijk, je vult gewoon in 0000. Hoppakee. En de deur gaat open. Hartstikke mooi. En hier zie ik alweer een volgend probleem. Want in de kluis moet natuurlijk ook bedrock liggen. Want anders kan Santino gewoon eronder doorgraven. En hier inkomen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga zo dadelijk ook even praten met Santino om te kijken hoe ver dat hij al is en of dat hij een mooi huis aan het maken is. Ik doe even weer 0000. Hoppakee. En we kunnen er weer uit. En nu. Wat is nu de bedoeling? We hebben nu een prachtige lavagracht. Daar ben ik ontzettend blij mee. En wat ik eigenlijk ook nog wel wil, is eigenlijk nog een tweede muur hier zo omheen. Dus dat gaan we ook gewoon even doen. Dit wordt zo vet, dames en heren. Ik heb echt super weinig tijd. Dus ik moet echt enorm opschieten. We zijn alweer 5 minuten bezig van de 15 minuten. En ik hoop zo erg dat jullie vandaag alweer op mij gaan stemmen. Want de vorige aflevering, dames en heren, die heb ik gewoon gewonnen. Want ik had natuurlijk ook echt het mooiste huisje. Maar goed, ik ben echt super benieuwd wie dat er vandaag gaat winnen. Ik hoop weer ik. Maar misschien heeft Santino dadelijk wel zoiets vets gemaakt dat jullie zeggen van, hey, Santino, jij hebt gewonnen. Dames en heren, kijk eens aan wat voor een ziek huisje ik alweer gemaakt heb. Het is heel erg mooi, maar we moeten hier natuurlijk ook nog een soort van ingang hebben. Zodat Santino hier alsnog doorheen kan, maar dat hij alsnog ook een heleboel moeite moet gaan doen. Want we gaan Santino niet te makkelijk die winst geven natuurlijk. Weet je wat, dames en heren? Ik ga nog een tweede lavagracht eromheen doen. Geen hele spectaculaire, gewoon eentje van 1 breed. Maar dit gaat echt ziek worden. Dames en heren, kijk dan. Als hier nog iemand doorheen komt, dan weet ik het ook niet meer hoor. We zijn nog niet eens klaar. Santino, hoe gaat het met jouw bouwwerk? Het gaat relatief goed. Ik moet je eerlijk zeggen, het gaat goed. Oké. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Bij mij gaat het in ieder geval beter. Gewoon even dat je het weet. Dan moet ik nog even een stapje omhoog gaan, hè? Ja, Santino, je moet echt even... Je weet niet met wie je te maken hebt, hè? Oh, nee. Ik heb met de enige echte Giel te maken. Oh. Ah, ja, maar ik heb dit al eerder gedaan, Santino. Ik kan de beste bedrock bases ooit bouwen. Dat klinkt zo goed. Ik moet echt even een stapje erbovenop gooien. Je moet uitkijken, Santino. Maar goed, ik ga je geen succes wensen of zo. Je gaat sowieso verliezen. Tot straks. Ik ben wel benieuwd wat je gemaakt hebt. Ik ben ook benieuwd. Oké, doei doei. Oké, dames en heren. Santino, die is blijkbaar heel goed bezig, zegt hij.
die. Ik wil niet opscheppen of zo, maar ik ben natuurlijk beter bezig. Ik heb hier ook gelijk even wat palen gemaakt, want dit worden namelijk de palen waar onze camera's op komen te staan. Kijk eens aan, dames en heren. Dit gaat er ontzettend ziek uitzien. Zo kan ik alles in de gaten houden natuurlijk. Als Santino op deze manier nog binnenkomt, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, dames en heren. We hebben hier natuurlijk deze security gun staan. Maar ik wil zelf ook een plekje hebben waar ik dit huis kan verdedigen tegen Santino. En daarom ga ik hier een soort van klein dakterrasje maken waar ik dadelijk met mijn pijl en boog op ga staan om Santino te kunnen raken. Oh, dit gaat zo vet worden. Ik ben echt benieuwd of dat hij dat aan ziet komen. Ik denk het niet. Oké, laten we hier ook eventjes een trappetje maken. Zo, op deze manier. Hoppa. Kijk eens aan, dames en heren. Dan kom je hier dus het kleine huisje binnen en dan kom je hier zo de trap op. En dan kun je naar boven om het huis te gaan verdedigen van Santino. Ik denk echt dat het enorm ziek gaat worden. En ik moet hier natuurlijk ook even een chest neerzetten met gewoon een heleboel crossbows. Dan kan ik die dadelijk allemaal achter elkaar afvuren op Santino. En ik vergeet ook gewoon bijna nog het belangrijkste van deze hele kamer. Want dit is natuurlijk een kluis en er moet natuurlijk ook nog een prachtige chest inkomen. Maar natuurlijk niet zo'n chest, maar een wachtwoord chest. Let's go. Oké, we doen hier als code 1, 2, 3, 4. Laten we dat gewoon doen. Oké, dus dan is de code van de deur 0000 en de code van de chest is 1, 2, 3, 4. Oké, 1, 2, 3, 4. Hij werkt. Oké, helemaal top. Dan ga ik nu ook eventjes wat erin doen, wat ook gewoon super chill is om daar te krijgen. Ik ga gewoon deze hele chest voldoen met allemaal diamond blocks. En dan denk je, Giel, is dat alles? Nee. We gaan natuurlijk ook nog een mooie enchantment apple erin doen. Zo, bam, in het midden. Hoppa, dat is de grand prize. Maar dan is het nu tijd om mijn huis nog een stuk beter te gaan beveiligen. Want ik weet niet of dat het huis als Santino proof is. Daarom ga ik nog maar even een paar van dit soort prachtige wapens hier zo aan de voorkant neerzetten. En misschien kan ik ook nog een hek hebben of zo. Iron bars. Waar staan ze nou? Hier, hoppa, deze heb ik nodig. Dit zijn echt super goede iron bars. Oké, let's go. We doen gewoon hier zo'n hele rij. En dat doen we dan natuurlijk hier ook even mooi zo. Hoppakee. En deze iron bars zijn dus echt super sterk. Dus ik ben super benieuwd of dat Santino weer überhaupt doorheen gaat komen. Ik denk het niet. Oké, laten we hier ook nog maar even een mooie rij plaatsen. Zo, op deze manier. Hoppakee. Dan moeten we natuurlijk nog een paar camera's ophangen. Bam. Hoppakee, dames en heren. Als dit er niet goed uitziet, we doen hier ook trouwens gewoon nog even twee erbij zo. Weet je, je kan nooit genoeg camera's hebben. Ik ben echt super benieuwd of Santino hier doorheen gaat komen. En ik ga hem gewoon vanaf hier opwachten. Santino, ben je klaar met bouwen of nog niet? Ik ben wel tevreden, Giel. Oké, ja, ik ben ook tevreden. Santino, jij mag gewoon meteen bij mij komen kijken. Oh, ik ben benieuwd, jongen. Ik ben benieuwd. Komt-ie aan. En... Wow! Oh mijn god, maat. Dit ziet er echt super vet uit. Ja, toch? Hé, maar Santino, nou is aan jou de vraag. Denk jij dat jij hier kan inbreken? Oh, het wordt lastig, denk ik. Maar ik... Lastig, hè? Denk wel dat het lukt. Oké. Maar ik heb vandaag iets heel speciaals. Want ik ga jou ook proberen te beschieten en zorgen dat je niet binnenkomt vanaf hier. Okay. Dit is namelijk mijn wachttoren. Het ziet er echt heel vet uit, Giel. Ja, het wordt echt super ziek, Santino. Weet je, jij mag lekker in survival gaan. Yes. Dan geef ik jou nog wel even een paar mooie... Weet je wel, gewoon een paar mooie stukjes armor die je aan kan doen. Hier, hoppa, hoppa, hoppa. Au, Giel, oh, Giel. Jij wordt al gehit. Nee. Giel, ik ga nu al dood. Ah, Santino. Nee. Weet je wat ik doe? Ik maak even een safe wall voor jou. Ja, graag. Ik leg hier meteen even jouw armor zo neer. Bam, 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 bam. En weet je, een sword heb je helemaal niks aan. Maar is gewoon leuk. Hier, neem die ook maar lekker mee. Oké, oh nee. En Santino, ik heb twee deuren waarvan jij de codes moet gaan kraken. Dus ben je goed in codes kraken? Misschien. Ik ken je goed. Ik ken je langer dan vandaag, dus... Het zullen vast hele moeilijke codes zijn natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ik pak even mijn kruisbogen erbij. Ik ga ze even alle drie laden natuurlijk. Want ik wil ze natuurlijk gewoon alle drie tegelijk op je afschieten. En dan mag jij komen. In 3, 2, 1. Kom maar. Yo, snel. Zo, ik kon er niet eens langs, bro. Ja. Oh, dit gaat niet. Ik heb echt te veel dingen gezet. Oké. Santino, ik ga het je iets makkelijker maken. Oh, ik kan die dingen gewoon helemaal niet weghakken. Nou, dat is makkelijk. Nee. Dan blijven ze gewoon lekker staan. Het hoeft ook niet. Ik heb een plan. Oké. Heb jij een plan? Okay. Laat het plan zien. Go. Nee, ik kom er niet. Bam. Nee, ik kom er maar niet. Oké, Santino, ik ga je nog een klein beetje helpen. Ja, maar dit is echt de allerlaatste keer. Ik ga hier even deze sentry guns inbouwen. Dan kunnen ze in ieder geval jou niet meer raken. En dan denk ik dat je nu best wel free pass hebt, man. Dus ik zou maar snel gaan rennen als ik jou was. Heb je nog snel iets te eten voor? Want ik ben echt bijna dood. Ja, dat heb ik nog wel. Hier, pork chop. Hier, bam, bam. Hier, lekker chappen. Het is chop tijd. Oké, Santino, ben je er weer klaar voor? Of ga je vandaag weer zo'n poesie doen? Nee. Ik ben er klaar voor, Giel. Oké. Kom maar. Go, go,
go, go! Ah, ik schiet nog steeds op je. Ik ben niet gestopt met schieten. Oké, oké. Oh, oh nee. Santino is al bij de eerste deur, dames en heren. Dit meen je niet. Okay, nee, okay. Hij doet het niet. Weet jij de code? Oh, ja! Oh, ja, nee! Ja, nee! Go, go! Ah, nee, ga weg! Hoe snel heb je dit gedaan? Oké, okay, wanneer... Deze chest ga je waarschijnlijk ook super snel open hebben dan. Oh mijn god, nee, deze weet ik niet. Het is een hele moeilijke code, Santino. Echt super moeilijk. Ik denk de moeilijkste code die je kan voorstellen. Kom op, snel openen, Santino. De moeilijkste... Oh, wacht. Oh. Ja, ik heb het! Wat zit er in de chest? Oh, allemaal blokken van diamanten en een gouden appel. Lekker. Oké, Santino, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat jouw beest eruit ziet. Mag ik komen kijken? Ja, je mag zeker komen kijken. Oh, spannend. En... Wow, wat? Dit is echt ziek gedaan, man. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, de jouw ziet er wel wat beter uit. Nee, ik vind dit juist mooi met dat groen, joh. Maar je hebt er niet goed over nagedacht. Want ik zou nou gewoon jouw blokken kunnen slopen en er doorin kunnen gaan misschien wel. Ja, dat klopt waarschijnlijk. Ik bedoel, deze wel, die ja. kan ik zo... Oh, wat? Huh? Huh? Hoe kan dat nou? Oh god, alles is ook gewoon ontploft. Oh, nee! Wat? Oké, weet je wat, Santino? We gaan even jouw huis repareren en dan gaan we het nog een keer proberen, ja? Oké, Santino, we hebben je huisje weer een stuk mooier gemaakt. Ik ga even in survival en dan ga ik proberen om in jouw huis te komen. Maar ik word al gelijk beschoten, Santino. Hoeveel van die dingen heb je neergezet? Ik heb er maar een stuk of 6. Oh, een stuk of 6 maar. Nou, ik had er een stuk of 8 of 10 of zo. Nou, ik word alweer bijna beschoten. Dit is echt niet normaal. Santino, heb je voor mij misschien ook wat armor? Tuurlijk, jongen. Ik zal even wat voor je pakken. Oh, wat goed. Zo, kijk eens hier, lieve jongen. Eens even kijken. Hier. Ja. Nou, Santino, ik vind het helemaal top. Weet je wat? Ik heb zoveel vertrouwen in mijn huis. Ik geef je zelfs dit. What? Oké. Dit maakt het wel heel bijzonder, Santino. Oké. Ik ga nu jou slaan. Oh nee, dat kan niet. Jij zit in creative. Maar oké. Santino, ik ga naar de deur lopen in 3, 2, 1. Go, go, go. 1, 2, 3, 4. Nee. 0. Ja? Netjes. Lekker. Oh, oké. Dit durft dat blies toen net op, hè. Dus misschien overleef ik het. Ik weet het niet. Hallo? Nee. Au. Oké, ik ga even hier onder dit durft kijken. Want dit ziet er wel een beetje verdacht uit. En wat is hier beneden gebeurd? Ja, dit is natuurlijk toen net allemaal opgeblazen. Oh, daar staan chesten. Oké. Laten we gaan kijken. En dit ziet er zo... Oh, allemaal mines ook weer. Santino, hoeveel van die dingen heb je opgehangen? Oké, laat ik hierin kijken. Hier zit niks in. En hier zit ook... Nee. Het zijn trap chests. Jij bent wel gewoon overleefd. Oké, Jesse, ben jij er klaar voor? Ja, Giel, ik ben er zeker klaar voor. Oké, let's go. Dan gaan we beginnen. In 3, 2, 1. Ik pak deze kant. Doei. Succes. Wat ik jullie nog niet heb verteld, is dat er extra items zitten in deze game mode. Dus dat betekent dat ik hier gewoon letterlijk 2 blokjes heb. En dan kan ik gewoon een camera op doen. We hebben chesten waar je alleen in kan met een code. Dit lijkt me wel een hele veilige code. Maar wij moeten het veiligste huis gaan bouwen. En welke dingen zijn allemaal super veilig? Nou, inderdaad, bedrock. Bedrock is een blok dat kan je niet verbreken. Mijn idee is eigenlijk gewoon om een soort van basis te gaan bouwen. En om daarna een soort van lavagracht eromheen te maken. We zijn al begonnen met het bouwen. En het begint er een beetje vierkant uit te zien. Ja, ik denk dat we gewoon een lekker vierkant huisje maken. Ja, weet je, we maken er gewoon een rechthoekig huisje van. Ik ga eerst een beetje de lagen op de grond tekenen, zodat ik een beetje weet wat ik wil gaan doen. Hier kunnen we ook nog zo'n mooie driehoek in maken. Zo, op deze manier. Ja, dit wordt heel erg ziek, mensen. Wat ik ook nog wil gaan doen, is een aantal diamond schaven stoppen in mijn huis. En dan moet Jesse ook nog eens de code goed raden. Dus ik ben super benieuwd of Jesse dat gaat lukken. En ondertussen dat ik dit aan het bouwen ben, vergeet ook zeker niet de video te liken. Want als je dit nou vaker wilt zien of andere bouwchallenges, dan weet ik of dat ik dat vaker moet doen. Dus vergeet zeker niet te liken. Oké, we plaatsen hier nog wat blokjes. En hier, dan is alles al 2 hoog. En dan lijkt het me nu een goed idee om te gaan beginnen aan onze lavagracht. En die lavagracht, die gaat super dik worden. Daar heb ik alle vertrouwen in. Want ja, lava, dat overleeft gewoon bijna niemand. Dus ik denk dat Jesse een lavagracht ook niet gaat overleven. Nee, Jesse overleeft dat niet, hoor. En we gaan natuurlijk onze lavagracht niet 1 breed maken. Dat zou een beetje zielig zijn. We maken hem gewoon 3 breed. En zoals jullie kunnen zien, dames en heren, is de hele gracht uitgegraven. En het eerste wat wij moeten gaan doen, is het plaatsen van de lava natuurlijk. Want ja, we kunnen wel een uitgegraven gracht hebben, maar als er geen lava in zit, dan is het ook een klein beetje saai. Kijk eens aan, dames en heren, er zit overal lava in. En wat me nu een goed idee lijkt, is om ons huis nog beter te gaan beveiligen. Dus wat we gewoon gaan doen, is telkens om een blokje hier zo een zandblokje neerzetten. En dan zetten we daar dadelijk allemaal cactussen op. Echt, Jesse gaat het niet overleven. We gaan in ieder geval dadelijk zien hoe het huis van Jesse eruit gaat zien. Ik ben stiekem best wel benieuwd.
We gaan dadelijk natuurlijk ook nog het hele huis inrichten, dames en heren. Dat wordt ook zo ontzettend vet. Ik kan letterlijk niet wachten om dat te gaan doen. Oké, laten we de cactussen gaan planten. Er zit om het hele huis op dit moment allemaal zand. Dus we hebben genoeg plaats om die cactussen te gaan planten. En op deze manier gaat het echt onmogelijk worden om überhaupt al in het huis te komen. Maar ja, daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst een huis bouwen. Dus daar gaan we nu mee beginnen, jongens. Ik hoor jullie al zeggen van Giel, ga eens verder aan je huis. Ik weet het, mensen. Ik ben er nu toch mee bezig. Dat zie je toch? Ik denk echt dat we een mega groot huis moeten gaan maken. En we gaan natuurlijk ook een super goed beveiligde ruimte maken in het huis waar de diamonds verstopt gaan liggen. Ik ben echt super benieuwd of dat Jesse dit gaat vinden. Ik heb zo'n idee van niet. Maar we gaan het natuurlijk straks allemaal zien. Oké, let's go. We maken hier nog even een hele dikke muur. Bam, 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 bam. Oké, ik denk dat het huis op dit moment wel hoog genoeg is. Kijk maar, de muren zijn echt al super hoog. En wat ik nu ga doen is de plafonden opmaken. We kunnen misschien dadelijk ook nog een soort van mooi dakterras erop gaan bouwen zelfs. Dat lijkt me op zich ook best wel een leuk idee. En we kunnen natuurlijk ook nog de nodige luxe in ons huis doen. Zoals bijvoorbeeld een zwembad en een cocktailbar en weet ik het allemaal. We gaan het gewoon allemaal maken. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat het op dit moment met Jesse gaat. Hallo Jesse. Hallo Giel. Hey, hoe ver ben je al met je huis? Schiet het een beetje op? Ja, ik ben best wel goed bezig. Mijn huis is al klaar. Ik ben nu gewoon de beveiliging aan het doen. Oh nee, ik heb het juist omgekeerd gedaan. Ik heb eerst de beveiliging gemaakt en toen pas het huis. Misschien was het niet heel slim om te doen. Jij gaat nooit bij mij kunnen inbreken, Giel. Past 100% dat ik bij jou kan inbreken. Nee, jij gaat nooit bij mij kunnen inbreken. Nee, jawel, makkelijk. Ik heb het sterkste huis in Minecraft gemaakt. Hè. Ik weet niet of je zo slim bent als dat ik ben. Maar ik heb gewoon een bepaald blok gebruikt waar je gewoon niet doorheen komt. Misschien heb ik die ook wel, Giel. Oh, nee. Ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Maar goed, Jesse, ik ga je weer met rust laten. Ik ga winnen, even dat je het weet. Doei! Oké, dames en heren, we moeten hier eventjes wat licht neer gaan hangen. Want het is hier inderdaad ontzettend donker. Laten we even wat mooie lantaarns zo, hoppa, overal zo ophangen. Dat ziet er ook nog eens mooi uit, denk ik. Ja, eigenlijk ziet Bedrock er gewoon super lelijk uit. Maar we gaan hier een mooi huisje van maken. Dat weet ik zeker. Even kijken. We gaan dit doen en dan zetten we hier een deur neer met een super moeilijke code. Ja, dit lijkt me wel een hele moeilijke code. 1, 2, 3, 4. Supercode. En dit gedeelte van het huis gaat dadelijk gewoon de kluis worden. Dat denk ik dat een goed idee is. Laten we eventjes gaan kijken. Dan plaatsen we hier een chest. Hoppa. En omdat dit natuurlijk de kluis is, moet de vloer ook goed beveiligd zijn. Want Jesse is niet gek. Die pakt dadelijk gewoon een schep en die hakt gewoon hier onder mijn base. En dat, dames en heren, dat moeten we echt niet hebben. Oké, mensen. En de vloer is af. We moeten alleen nog een code zetten op onze chest. En de code die gaat gewoon worden in plaats van 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Kijken of dat Jesse dat kan raden. En in deze chest gaan we natuurlijk een heleboel diamond blocks doen. Want ja, weet je, het is gewoon belangrijk dat er veel te vinden is in deze base, oké? En voor dit stuk van de base heb ik in gedachten om een soort van vette chill room te gaan bouwen. Maar ik vind dat we hier eerst nog heel eventjes, hoppa, zo de hele vloer vol moeten gaan bouwen met bedrock. Want zoals ik al zei, mensen, Jesse is niet stom. Hij gaat 100% een schep pakken en op die manier naar binnen komen. Dus daarom ben ik hem even een stapje voor. Ik hoop wel dat Jesse zijn vloer vergeet neer te leggen. Want op die manier kan ik toch wel een stuk makkelijker binnenkomen bij Jesse. Kijk eens aan, dames en heren. De hele vloer zit er inmiddels in. En ik wil hier een soort van mooie verhoogde slaapkamer maken, weet je. Je moet natuurlijk ook kunnen slapen in een meest veilige bunker van de wereld. En natuurlijk zetten we dan gewoon even wat paarse bedjes neer. Want ja, weet je, mijn kleur is nou eenmaal gewoon paars. En je hebt gewoon een paars bed nodig. Anders hoor je niet bij hashtag Team Paars, oké? Als jij denkt dat ik ga winnen, spam dan sowieso eventjes hashtag Team Paars in de comments bij een video bij Jesse. Dat zou echt super leuk zijn. Oké, we zetten hier ook nog eventjes wat mooie boekenkasten neer. Zo. We hangen hieronder nog eventjes een paar lantaarns, want daar was het heel erg donker. En hier midden in mijn huis gaan we gewoon nog even een super vet zwembad bouwen. Dit gaat er denk ik zo ontzettend ziek uitzien. Ik ben super benieuwd wat Jesse hiervan gaat vinden. Hoppakee, dames en heren. Kijk eens aan, het zwembad is af. En wat je natuurlijk nodig hebt bij een zwembad zijn mooie paarse handdoeken. Dus die gaan we hier ook zo eventjes mooi neerleggen. Zo, hoppa. Kijk, er kunnen allemaal lekker mensen chillen en liggen. En natuurlijk nog wat mooie drinkbekertjes voor de cocktail. Zo, hoppa. Kijk, dit ziet er toch mooi uit, dames. Nou, het ziet er niet heel erg mooi uit. Maar het gaat om het idee, oké? Oké, maar ik wil vanaf binnen natuurlijk kunnen zien vanaf waar Jesse erin gaat. Dus, ik ga eventjes overal wat prachtige camera's ophangen. En wat we dan ook kunnen doen, is hier een soort van controlekamertje maken. Ik ga dadelijk gewoon in mijn base zitten, terwijl Jesse probeert in te breken. Ik heb er super veel zin in. Oké, even kijken. We gaan hier ook eventjes... Zo, hoppa. En we doen deze, hoppa. En dan hebben we gewoon al drie camera's waarmee we Jesse in de gaten kunnen...
kunnen houden. En ik maak hier ook nog een grote camerapaal. En dan zet ik natuurlijk ook nog eventjes een mooie camera op. En dan gaan we even kijken hoe dat het eruit ziet. Kijk, dames en heren, zo kunnen we Jesse dus gewoon al zien. En we kunnen hier ook nog vanaf boven kijken hoe dat Jesse het huis in komt. Dit wordt echt ziek. Ik heb hier ook nog even een deur gemaakt met een geheime code, namelijk 4321. Oh, nu is de code niet zo geheim meer. Maar ik ben benieuwd of dat Jesse zeg maar de code kan invoeren en dan hier zo in kan springen. Dat is zijn enige mogelijkheid om binnen te kunnen komen. We gaan voor de rest ook nog eventjes hier wat camera's ophangen, zo op alle hoeken, zodat we Jesse altijd in de gaten kunnen houden. En dames en heren, dan denk ik dat mijn prachtige bunker nu al af is. Oké, Jesse, ben je klaar om mijn bunker in te treden? Jazeker. Oké, kom maar kijken, Jesse, kom maar. Zo lelijk. Is het geen mooie bunker? Dat moet hij voor jou wel heel erg mooi zijn. Ja, mijn is echt heel erg mooi, Giel. Oké, Jesse, ik ga je wel een beetje matsen, want hier staan natuurlijk zwaar geschud cactussen, lava, een deur. Ja, dat doet gewoon pijn. Oké, Jesse, jouw missie wordt dadelijk om eerst deze deur binnen te komen en dan dadelijk vervolgens binnen ook nog de kluis te kraken, waar ook nog een kist staat die je ook nog moet kraken. Oh, makkelijk. Kom maar op. Makkelijk. Oké, om het je nog iets makkelijker te maken, ga ik je even wat armor geven, want ja, weet je, anders is het ook gewoon maar een beetje zielig. Ik hoop dat je mij dadelijk ook zo erg gunt. Dankjewel. Nou, dat weet ik nog niet hoor, Giel. Oké, nou, weet je, Jesse, doe je ding. Succes. Oké, hoe ga ik het doen? Gewoon. Oké, die cactus doet al pijn. Nee, dat werkt niet inderdaad, Jesse. Okay, maar mag dit wel? Mag ik dit pakken? Ja, jij mag zeker... Nee. Jesse, dit is vals spelen hoor. Doe maar. Weet je, doe maar. Anders kan ik nooit naar binnen komen. Nooit in, Jesse. Je gaat er nooit in komen. Oké, de code. 1, 2, 3, 4. Nee, dat is hem niet, helaas. 0000. Nee, ook niet. Is het wel een beetje een makkelijke code? Het is niet een moeilijke code, laat ik het zo zeggen. Oké, eens even kijken. 2, 3, 4, 5. Nee. 4, 3, 2, 1. Nee. Jesse heeft gewoon de eerste deur gekraakt. Ja. Nou, wat moet dit nou weer voorstellen? Ja, dit is mijn zwembad met paarse handdoeken en lekkere cocktailglazen die erbij staan. Oh, wat mooi. En hier is jouw bedje. Dit is een mooi bed, inderdaad. Ja, dit is heel erg mooi, Giel. Ja, maar zeker. We hebben hier weer een deur. Oké, 4, 3, 2, 1. Helaas, weet je, ik ga toch niet dezelfde codes gebruiken voor alles, Jesse? Denk je dat ik dom ben? Oké, 1, 2, 3, 4. Nee. Wat hebben we hier? Hier zitten hele zeldzame spullen in. Dit is mijn kluis en je moet zeg maar die kist kraken om erin te komen. Okay. Ook met een code. Ik weet 1, de code, weet 2, jij hem ook? 1, 2, 3, 4. Nee. 4, 3, 2, 1. Oké, er is het sowieso 0000. Nee, hè? Nee, ook niet. Oh. Ook niet. Het zijn 4 cijfers, dat kan ik je alvast zeggen. Het zijn er 4. Mm. Als je nou eens in plaats van die 4, als je dan 5 doet, gewoon zeg maar... 1, 2, 3, 5. Oh! Allemaal diamond blocks, let's go! Nou, Giel, ik heb lekker ingebroken. Ik ga er weer vandoor. Ja. Doei! Oké, doei. Oké, Jesse, ik denk dat het tijd is om naar jouw bunker te gaan. Wil je maar mij laten zien? Ja, kom erop. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Rappapa. Wat? Mooi, hè? Dit is enorm ziek gedaan. Dit is gewoon letterlijk jouw hoofd. Ja, alleen via de achterkant kan je naar binnen. Wow, dit is echt super. Maar hoe kom je aan die lasers? Kijk, ik heb lasers. Kijk, Giel, ga hier eens tussen staan. Kijk eens wat er al staat. Okay. Hallo, Knij16. Alleen ik mag naar binnen. Nee. Ja. Nou, kijk, ik ga ook heel eventjes... Camera's, sentry guns. Het ziet er wel heel erg ziek uit hoor, Jesse. Oké, Jesse, ik ben in survival. Krijg ik ook spullen die mij gaan helpen? Mag ik misschien jouw armor hebben? Wil je mijn armor hebben? Liefste wel. Oké, wacht. Ik zit nu opgesloten in mijn eigen kluis. Oké, ik ga eruit. Oké, Giel. Kom maar op. Hier heb je mijn armor. Oh, waarom krijg ik damage? Ik kreeg damage. Speciaal voor jou. Nu al? Dat komt door mijn beveiligingssysteem. Ja, je hebt echt supergoeie beveiliging. Dat is mijn sentry gun, Giel. Nee. Probeer jij maar eens in te breken. Kijk, ja, maar Jesse, die krijg je ook al nog armor van me. Gegeven, hoor. Ja. Jouw sentry gun. Probeer jij maar in te breken. Oké, hier ben je binnen. Kijk, hij is op mijn sentry gun. 1, 2, 3, 4. Let's go. Ja, woe. Jouw huis is wel een beetje kleiner dan die van mij van binnen. Ja, maar kijk, ik slaap zeg maar niet hier. Ik heb een ander huis. Dit is mijn kluis. Oh, dit is jouw kluis. Ja, dit is eigenlijk je huis, maar soms slaap ik hier wel eens op de grond in de winter met het lava lekker warm. Maar ja, hoe ga je nu binnenkomen, Giel? Dat weet ik ook niet. Oh, die pennen vliegt in de fik. Dat is niet helemaal handig. Even kijken. Ja, hoe kan ik hier naar binnen komen? Dat is een goede vraag. Oké, Giel, ik heb wat voor je en daarmee kan je inbreken, ja? Oké,
Oké, okay, nou, Bim. Ik ben benieuwd. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. En nu kan je dat als het goed is weghakken. Kapot maken, maar het krijgen niet doorgehakt, Jesse. Wat heb je me nou voor een pickaxe gegeven? Je gaat dit nooit kunnen inbreken. Ja, nee, dat snap ik. Maar je hebt gewoon een blok neergezet wat ik gewoon letterlijk nooit kapot kan maken. Ah, okay, jawel, okay, dat kan je kapot maken. Kijk, okay, ik kan nu wel bij de chest. Ik kan al bij de chest. Weet je, ik ga hierheen springen. Oh, met gevaar voor eigen leven. Oké, okay, laat me. Maar wat zit er in de chest? En wat is de code? Code is 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3, 5. Nee. 1, 2, 3, 5. 0, 0, 0, 0. Ja! Let's go! Nee. Oh, 27 diamond blocks. Nu heb ik een stack, Jesse. Kijk. Oh nee, gooi ze de lava! Ja, dat is zo nee. Dom, hè? Oké, okay, Mick, ben jij er klaar voor? Ja, zeker, Giel. Mick, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Doei, doei! Let's go! Oké, okay, dames en heren. Ik wil vandaag een ander soort huis gaan maken. Ik wil namelijk een hele vette toren gaan maken. Een soort van beveiligde toren. En in die toren wil ik allemaal hindernissen voor Mick gaan maken om het zo moeilijk mogelijk te maken om bij de kluis te komen. Want boven in de toren ga ik dus een kluis maken van Mick. En ik ben echt super benieuwd. Ik denk dat het echt super vet gaat worden. Jullie zien het misschien ook in mijn inventory, maar ik heb dus ook extra items. Zoals deze deur die je alleen met de code kan openmaken. En deze chest die je ook alleen met de code kan openmaken. Ook zitten er allemaal geweren en automatische turrets die je op het dak kan zetten. Allemaal dat soort dingen in. Dus dit wordt super vet, dames en heren. Ik ga de toren gewoon zo groot maken. We gaan straks ook nog een lavagracht bouwen. We gaan de Mick niet makkelijk maken om hierin te komen. Oké, dames en heren. De toren is helemaal af. En wojo, hij is echt ziek hoog geworden. Oké. Ik ben super blij met deze toren. We gaan eventjes hier zo, hoppa, de hele vloer van bedrock maken natuurlijk. Want Mick is niet stom. Die kan zomaar eens denken van, yo, ik pak gewoon een schep. Ik ga lekker onder deze toren doorgraven. Nee, Mick. Zo werkt dat niet. Dat gaan we zeer zeker niet doen op die manier. Hoppa, en de vloer zit erin. En dan is het nu tijd om een aantal gave hindernissen voor Mick te gaan bouwen. En oké, hier komt de deur. Dat heb ik bij deze besloten. Hoppa. En de code van de deur wordt 4321. Hoppa, dat is een prachtige code hier. 4321. Hoppa, en de deur gaat open. Ah, ik moet snel zijn. Oké, ik was net op tijd binnen. Oké, we gaan gewoon een parcoursje maken. En dat kunnen we denk ik het beste zo doen. Hoppakee. En dan doen we hier weer een blokje waar die omhoog moet. Kijk, de eerste paar sprongen zijn best wel makkelijk. Misschien moeten we dit trouwens even van andere blokken maken. Dan valt het net even wat meer op. En obsidian is natuurlijk ook een super stevig blok. Dus laten we het gewoon allemaal van obsidian gaan maken. Dat lijkt me wel een goed idee. Hoppakee, dit wordt echt een super lastig parcours. Oké, het ziet er nu nog niet heel erg lastig uit, maar let op mensen. Kijk, we gaan hier nog een blok neerzetten en nu gaan we het lastig maken. Maak hier gewoon een ladder, zo. Hoppakee, dan moet hij vanaf hier naar de ladder springen. Kan dat überhaupt? Ah, nee, dat kan niet. Oké, dan doe ik hem eventjes zo. Ik denk dat dit al een stuk makkelijker gaat. Beam! Ah! Nee, het werkt niet. Oké, wacht. Ik doe nog één ladder. Werkt het op deze manier? Ja, oké. Op deze manier kan het dus werken. En dan doen we hier een blokje, want dan is hij... Nee, ik denk hier zo in de hoek. Ja. Kijk, dit gaat super vet worden, dames en heren. Dan gaat hij gewoon vanaf hier. Hoppa! We zetten het blokje toch nog maar eentje dichterbij. Zo. En dan moet hij hier op springen. Dan moet hij hier op springen. En vanaf hier vind ik dan wel dat hij alvast naar boven naar de kluis kan. Dan denk ik dat het een goed idee is als we hier de volgende verdieping maken, dat we dan hier zo de kluis in maken. En die kluis, die gaan we ook ontzettend goed beveiligen, dames en heren. Dat wordt echt ziek. Ik ben ook super benieuwd hoe dat het bij Mick gaat. Dus we gaan zo ook eventjes praten met Mick om aan hem te vragen hoe dat het met Mick gaat. Misschien is er wel iets heel erg zieks aan het bouwen. Het lijkt me heel sterk, weet je. Ik ben natuurlijk de beste bouwer. Maar ja, weet je, het kan natuurlijk altijd zo zijn. En even kijken of dat dit parcoursje werkt. We gaan hem eventjes snel uittesten. Oké, we beginnen hier, dan hier, dan hier. Dan hier. Oh, dit werkt niet helemaal goed. Oké, dan bouwen we hierheen. Springen we hierheen. Springen we hierheen. Oké. Weet je wat? Het moet ook niet te moeilijk zijn. We zetten hier gewoon even een laddertje erbij. Hoppakee. Dan springen we hier zo heen. En dan springen we hierheen. Oké, dat is heel erg lastig. Ik denk dat het al een stukje makkelijker is als we hier gewoon even wat obsidian blokjes neerzetten. Zo. Hoppa. Kijk, dan kun je dus zo. Hoppa. En dan kun je er niet afvallen. Oké, we moeten het ook weer niet te moeilijk maken. Hoppakee. Dan moet hij zo springen. Zo springen. En dan zo springen. En dan is hij gewoon boven. Ja, mensen. Ik vind het ontzettend vet. Dan gaan we hier dus de kluis maken. En dan moet natuurlijk ook een dak op de kluis. Want ja, weet je, dat is ook gewoon ontzettend belangrijk. Hoppa, dan is het een beetje donker hier zo. Dus we zetten eventjes in de hoekjes wat mooie glowstone neer. Zo, hoppa. Dan moeten natuurlijk geen mobs hier zo binnen gaan spannen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat er bij Mick gaat. Mick, hoe gaat het bij jou? Ja, met mij gaat het heel goed. Je gaat hier nooit inkomen, Giel. Ik heb nog nooit zo'n goede grap gehoord, Mick. Ja, zeker. Mick, jij gaat in ieder geval nooit in mijn huis komen. Want ik ben het je
heel erg moeilijk aan het maken. Ja joh, ik kan alles. Nee, Mick, jij kan niet alles. Let maar op, vandaag is de dag dat je erachter komt dat je niet alles kan. Je kan namelijk niet inbreken in mijn huis. Dat gaat je nooit lukken. Nou, dat gaan we zien. Oké, Mick, nou, ik wens jou heel veel succes en dan zie ik jou dadelijk. Nou mensen, Mick gaat het 100% niet redden. Daar klonk het in ieder geval naar. Wat ik nu aan het doen ben, is eventjes een mooie gracht aan het maken. Want we willen natuurlijk weer eventjes een mooie lavagracht hier zo bij mijn huisje. Hoppakee, hij is bijna klaar. Zo, hoppa. Dan zetten we dadelijk om de lavagracht nog een mooi hek. En we moeten natuurlijk ook nog de kist boven in de toren gaan plaatsen. Hoppakee, dan gaan we hier eventjes allemaal lava in plaatsen. Kijk dan, het hele huis heeft gewoon een gracht met lava eromheen. Nou, als Mick hier nog in komt, dan weet ik het ook niet meer. En we zijn nog niet eens op de helft met alle beveiliging die ik nog wil gaan doen. Oké, laten we eventjes hier zo naar binnen gaan. 4, 3, 2, 1. Hoppakee. Ah, ik wil erin. Ah, kom. Ah, oké, ik ging het niet redden. 4, 3, 2, 1. Hoppakee. Kom op, laat me er nu wel in. Dankjewel. En dames en heren, dan is het nu tijd om de chest te gaan plaatsen hier zo in. En wat gaan we in de chest doen? Normaal doen we altijd diamonds, maar ik wil gewoon een keertje emeralds erin. Weet je, waarom ook niet? Kijk, we zetten deze chest neer en deze code wordt dan weer 1, 2, 3, 4. Hoppakee. En dan doen we hier allemaal emerald blocks in, dames en heren. Dit is ontzettend ziek. Ik denk dat Mick hier heel erg lastig in gaat komen. En ik wil het hem nog moeilijker maken. Want ik ga hier namelijk nog een muur bouwen. En hier ga ik een deur in doen. En op die deur komt natuurlijk ook weer een code, dames en heren. En ik heb al een hele makkelijke code in mijn hoofd. Want ik wil het natuurlijk ook weer niet te moeilijk maken. Mick moet er ook geen half uur bezig zijn. Ik vind 0000 wel een prachtige code hoor, mensen. 0000. Hoppakee, dames en heren. En dan komt Mick dus op deze manier hier zo in de kluis. Oké, maar nu hebben we dus een parcours gemaakt. We hebben lava gemaakt, maar dat is nog niet alles, dames en heren. Wat ik ook nog wil gaan doen, is een soort van hekwerk hieromheen bouwen. Even kijken, dan plaatsen we hier zo'n mooi hekje. Hoppakee. We gaan dadelijk ook nog allemaal zieke geweren hier zo op dit gebouw zetten, die Mick gaan tegenhouden. Daar heb ik ook super veel zin in. Oh mensen, wat denken jullie? Gaat Mick hier inkomen? Ik denk het niet. Laat even weten in de reacties of jullie denken dat Mick dit gaat halen. Ik heb echt het idee dat Mick hier nooit in gaat komen, dames en heren. We moeten natuurlijk het hek ook nog een beetje mooi gaan afwerken. Dus daarvoor heb ik mooie slabs. En die gaan we er gewoon helemaal overheen doen. Oh, dit gaat er echt ontzettend ziek uitzien, mensen. Het wordt niet eens alleen het meest veilige huis, maar ook gewoon het mooiste veilige huis wat je je kan voorstellen. Of nou ja, vandaag is eigenlijk niet echt een huis, maar gewoon een super hoge toren. Maar dit gaat er ontzettend ziek uitzien, dames en heren. Kijk eens aan, een muurtje zit. En dan is er nu tijd om wat geweren te gaan plaatsen. Kijk, we gaan hier eventjes wat prachtige slabs neerzetten. Dan zetten we hier een geweer neer. En wij zetten hier een geweer neer. Hoppa. Oh, dit heb ik verkeerd geplaatst. Hij moet... waar moet die? Hier zo. Oké, top. Kijk eens aan, dames en heren. En dan moet ik even recht een muisknop doen. En dan komen ze als het goed is uit. Of niet? Jawel, ze komen eruit. Oké. Helemaal top. Kijk dan, dames en heren. Twee zieke geweren. Mick gaat dit nooit winnen. Ik heb hier ook natuurlijk nog een aantal mooie camera's. Die gaan we hier ook zo neerhangen. Oh, die hangt niet helemaal goed. We gaan er twee boven de deur hangen. En natuurlijk ook eentje binnen. Want ja, we moeten Mick natuurlijk ook in de gaten kunnen houden wanneer dat hij dit parcours gaat halen. Of nou ja, dit parcours halen. Ik denk niet dat hij het gaat halen, maar we gaan het zien. En natuurlijk moet er ook nog een mooie camera hier zo in de kluis. Kijk, die hangen we gewoon hier zo boven de chest. We hebben hier natuurlijk al mooie paarse obsidian staan. Maar wij moeten natuurlijk ook het huis vanaf de buitenkant laten zien dat wij team paars zijn. En dames en heren, dat ga ik doen door middel van deze paarse banners. Laat allemaal even hashtag team paars achter in de comments als jij denkt dat team paars gaat winnen in deze video. Oké, dan maken we hier nog een kleine opening zo, zodat hij de deur binnen kan. En dames en heren, dan denk ik dat dit huis helemaal af is. Mick, ben jij klaar met bouwen? Ja, zeker, Giel. Oh, deze is zo goed. Oké, ik ben super benieuwd. Maar Mick, je mag eerst bij mij komen kijken. Dus kom maar over de muur heen. Hallo. Oh, hallo. Oké. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een goed beveiligde toren. Ja. Ik dacht, vandaag maak ik even een mooie toren. Maar ik ben heel erg benieuwd of dat jij erin kan komen, Mick. En ik ga je wel een beetje helpen. Want ik ga jou namelijk wat mooie armor geven. Hier, hoppakee, die mag je aandoen. Dan zal ik weer even snel in survival gaan. Zo. Kijk, nu ga je dus al dood, Mick. Oh, nee. Mick. Oké, doe maar snel aan, Mick. En ik zou zeggen, weet je, doe je ding. Probeer maar in te breken. Even denken. Wat is nou echt de code die Giel doet? Want ik moet natuurlijk gewoon de code van de deur kraken. Ja, je moet de code van de deur gaan kraken en je moet over de lavagracht heen springen. Dus ik ben benieuwd of dat lukt. Oh, 1, 2, 3, 4. Oeh. Werkt dat? 1, 2, 3, 4.
Nee. Nee, Mick, dat is hem niet, dat is hem niet. Is dit logisch, de code? Ja, dit is wel een logische code. Ik zou de code gewoon in een aantal variaties proberen die je toen net hebt gedaan. Die 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Mick. Okay. Parcoursje heb ik voor jou gemaakt. Okay. Ik ben benieuwd of dat je deze kan halen, man. Dit gaat goed. Dit vind ik wel Oh, die is lastig. Ja, die is echt lastig, Mick. Probeer het. Oh, zit hier een trucje voor of zo? Even denken. Dat weet ik niet. Ja. En dan kun je daar zo naar het volgende trappetje springen. En weer naar het volgende trappetje. Oké. Nu ben je bij de kluis aangekomen. En hier is natuurlijk weer een deur die je moet gaan openen. Ik ga nu voor 1, 2, 3, 4. Nee. Weer voor 4, 3, 2, 1. Nee. 0-0-0-0. Ja! Ah, nee! Okay. En nu alleen nog de chess, Mick. Alleen nog de chess. 1-1-1. Nee. 1-2-3-4. 4. Ja! Nee! Oké, Mick, je hebt het wel heel snel gedaan, Mick. Oké, Mick, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jouw veilige huis. Dus mag ik kom kijken? Kom maar. Dit is een ander veilig huis. Ik ga door de muur heen breken. Hoppa! Wow, wat? Ja. Kom maar even hier. Jij hebt gewoon een zieke berg gemaakt, gek. Ja. Je moet snel in survival natuurlijk, want anders gaat het goed. Oké. Ik krijg nog geen damage, dus dat is fijn. Krijg ik van jou ook armor of zo? Nee, je hebt geen armor nodig. Je gaat op zoektocht. Op zoektocht. Ja, deze deur gaat niet zo makkelijke code zijn als al die andere. In deze bergen zijn signs verstopt en jij mag gaan zoeken. En die signs laten je een code vertellen. Oh, dit is echt een supergoed idee, Mick. Oké. Ga maar zoeken in de bergen hierachter. Daar zitten allemaal signs verstopt. Je kan het ik moet echt zien. Nu op de bergen. Oké. Je mag dit is gewoon echt leuk. Gaan hakken. Je mag alles gaan doen. Oké, ze zitten wel gewoon, ze zijn zichtbaar, zeg maar. Ja, zeker. Oké. Hier heb ik een sign met het eindigt met 9. Oké. Ja, dus dan moet je onthouden, want het eindigt Wacht, Mick, kun je mij even zo'n boek geven anders? Dat mag ik wel. Oké, dan kan ik even lekker dingen opschrijven. Oh, gelukkig maar. Dan schrijf ik hierin 9. Daar eindigt hij mee. Oké, dan moet ik nu verder zoeken naar het volgende nummer. En waar staat hij, Mick? Ik kan het bijna niet vinden. Ik ben helemaal op de randjes aan het kijken. Kijk, je loopt er echt vol voorbij, Giel. Echt? Loop ik er vol voorbij? Dan meen je niet. Ik sta er even zelfs. Even kijken, waar is hij nou? Ik sta er zelfs, Giel. Oh, jij staat er... Oh, hier. Ja, oké, top. Het tweede nummer is 7. Oké, dit is het tweede nummer. Oké, dan moet ik nog even verder zoeken. Waar is het volgende bordje, hè? Oh, Mick, ik zie een bordje bij jou. Hoe kan dat nou weer? Het begint met 3. Oké. 3, 7, 9 heb ik nu. Hier op de bed. Deze had ik natuurlijk al gehad. Wat is het tweede getal? Misschien kan je een soort van denken van waar Mick staat, daar zal het wel in de buurt zijn. Oh, ja, dat zou misschien wel kunnen inderdaad, Mick. Ja. Bedankt voor de tip. Waar kan het zijn? Oh, hier. Het derde nummer is 8. Oké. Oh, wat? Nee, ik heb al mijn nummers verwijderd. Uit het boek. Nou, je hebt dus nu gevonden dat de code 3789 is. Ja, 3789. Dus dat is de code van de deur. 3789. Ja, let's go. Ah, nee, ik ga nu al dood in de lava. Nee. Oké. Oké. Wow, wat heb je een hele bunker gemaakt of zo? Wow, wat? Je hebt echt superveel. Ah! Oké, je hebt 2 chesten. Eentje is goed en eentje is slecht. Oké. Ik moet hierheen. Waar is die tweede chest dan, hè? Oké. En 64 diamonds, let's go! Was dit de goede chest? Ja, dit was de goede. Oh, let's go! Bij die andere chest zat TNT, dan was je dood geweest. Mick, ik ga wel dood! Nee! Ik denk dat we gewoon bij elkaar moeten gaan inbreken. En degene die dan het snelst bij de ander inbreekt, heeft gewonnen. Zullen we dat gewoon doen? Oké, nou, Alex, jij mag naar de blauwe kant. Dan ga ik naar de paarse kant. En we krijgen Nee, dit is niet jouw kant! Oh, sorry. Oké, doei! Nee, andere kant. Ja, goed zo. We krijgen 15 minuten de tijd, ja? En niet spieken! Nee, ik ga niet spieken. Oké. Je bent wel aan het spieken. Oké, ik ga er vandoor. Nou, succes. Ik heb echt een ontzettend moeilijke tegenstander, dames en heren. Het is Alex. Hij heeft al vaker een veilig huis gebouwd. Net zoals ik. Ik heb die video's ook vaak gemaakt. Maar wij moeten dus allebei zo'n veilig mogelijk huis maken. En zorgen dat we bij elkaar in gaan breken ook nog. En eens even kijken. Deze die ga ik trouwens even eentje verder naar binnen doen. Want dan kan ik dadelijk een mooie
lavagracht eromheen bouwen natuurlijk. Kijk eens, dan maak ik eventjes zo een prachtig muurtje eromheen. Kijk eens aan. Hoppakee, ik denk dat dit wel groot genoeg moet zijn. Wat Alex Hoog waarschijnlijk niet weet, is dat ik World Editing in heb gedaan. Dus ik kan echt super snel bouwen. En ik hoop dat hij dan niet achterkomt. Kijk, Bedrock is natuurlijk het allersterkste wat je in Minecraft kan hebben. Dus ik dacht, dit is wel een mooie muur zo. Ja, toch? En laten we ook meteen maar eens eventjes zo dit gaan bouwen. Dan maken we hier namelijk even 4 torens in. Want er moet wel even een mooie toren opkomen, zodat ik hem natuurlijk ook kan beschieten als hij dadelijk naar binnen komt. Even kijken. Zo, die zijn even hoog. Dat is helemaal top. En dan plaats ik hier ook even een prachtige toren. Kijk eens aan, dames en heren. 2 prachtige torens heb ik gemaakt. Maar 2 torens is natuurlijk een beetje karig. We moeten meer torens hebben. Hey, kijk eens aan. We zetten hier ook gewoon nog even een toren neer. En hier ook. Hoppa. Dan hebben we gewoon 4 torens. Kijk eens. 1, 2, 3, 4. Dit is helemaal top. Ik ben ook zo benieuwd waar Alex nu mee bezig is. Wat hij aan het bouwen is. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar goed, we gaan er vanzelf achter komen. Vergeet ook zeker niet eventjes te abonneren op mijn kanaal. Want misschien ga ik dan wel met meer YouTubers deze Veilige Huisserie voortzetten. Even kijken hoor. We moeten hier ook eventjes wat deuren maken zo. Want ja, je moet natuurlijk wel de toren in kunnen. Anders dan heb je er allemaal niet zoveel aan. En trouwens, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Maar we hebben nog echt superveel vette items die we neer kunnen zetten. Kijk, er zit namelijk een mod in deze server. En we kunnen bijvoorbeeld mooie sentry guns neerzetten hier zo op de muur. Ik ga hem gewoon helemaal vol zetten zo. Kijk, haha. Kijk, en op deze manier kan ik zo, hoppa, allemaal van dit soort geweren eruit laten komen. En kijk eens, als Alex dan dadelijk hier loopt in survival, dan gebeurt er zeg maar dit. Kijk, dan word je gewoon aangevallen door deze guns. Alleen heb ik ze zelf neergezet, dus vallen ze mij weer niet aan. En dus eventjes kijken. Er mag natuurlijk ook geen ladder ontbreken, want die is ook heel erg belangrijk. Anders kan je natuurlijk niet de torens inkomen. Dus laten we die maar eens eventjes hier zo doen. Hoppa. En die maak ik meteen ook eventjes in alle torens. En dan hier nog eentje. Zo. En dan hier nog de laatste. Kijk eens aan, dames en heren. Dit ziet er toch fantastisch uit. 4 ladders. En dan maak ik hier ook nog eventjes een soort van een plateautje waar we dadelijk op kunnen staan, zeg maar. Om Alex neer te schieten. Want dat is wel een beetje de bedoeling. Want ik ga dadelijk gewoon een super goede boog maken. En dan kan jullie vertellen. Hij gaat niet halen. Nee. Ik ga hartstikke goed zijn. Maar ik vind dat er nog weinig paarse elementen zijn te zien in mijn kasteel. Dus laat ik nog maar eens even wat dingen toevoegen. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een mooie paarse banner. En die gaan we hier eventjes helemaal rondom het kasteel zo bouwen. Zo, kijk, gewoon aan elke kant van de toren. Dit ziet er toch wel even prachtig uit, zeg. Kijk eens eventjes. Dan zetten we er hier nog even een paar neer. Hoppa. En hier nog even. Oh, hier nog even een paar neer. En hier nog even één. Kijk eens, mensen. Dit ziet er toch prachtig uit. Een prachtige paarse tint aan het kasteel. En we hebben hier ook nog eventjes een deur die we moeten maken. Zo. Maar we moeten het natuurlijk Alex niet te makkelijk maken. Dus ik heb een idee. We zetten er gewoon lava omheen. Kijk eens. Dit is toch veel beter. En dit is wel ongeveer dik genoeg, denk ik. Of kan hij nog eentje dikker? Ja, hij kan nog eentje dikker. Nou, dan doen we dat toch lekker. Zo. Dit is top. En hier wil ik eigenlijk nog iets meer lava gaan maken. Want ik heb wel een heel erg leuk idee om Alex even een beetje te challengen. Maar laten we eerst maar eens even gaan vragen aan Alex hoe het bij hem gaat. Hey Alex, hoe gaat het bij jou met het bouwen? Tot nu toe best wel goed eigenlijk. Ja? Oké. Ja, maar niet spieken. Nee. Ik ga zeker niet spieken. Nee, ik had je al door. Je wil sowieso wel spieken. Ik kan hier wel even één blokje weghakken. Oh, wacht. Laat maar. Ik was even vergeten dat de muur 2 dik was. Anders had ik kunnen spieken. Maar, Er is ook nog een blauwe kant. Ja, nee, daarom. Anders had ik gespiekt. Maar dat mag helemaal niet. Nee. Ik ga niet spieken. Maak je geen zorgen. Maar, moet ik me zorgen gaan maken? Kan ik nog inbreken in jouw huis dadelijk? Of wordt het heel lastig? Ik denk het niet eigenlijk. Maar dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We hebben in ieder geval nog maar 7 minuten op te tellen. Dus succes nog. Ja. Zo kort. Ja, dat wordt nog even heel erg spannend. Maar goed. Ik bedoel, dat moet mij makkelijk lukken, want ik ben een bouwpro. Ja. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Klinkt heel erg veelbelovend. Nou, succes nog. Ik ga er weer vandoor. Doei. Doei. Ik moet me dus, als het aan Alex ligt, zorgen gaan maken. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Oké, hij gaat dus dadelijk dit lava parcours doen. Maar dit lava parcours is niet zomaar een parcours, want deze sentry guns gaan Alex er dadelijk proberen af te schieten. En dat wordt nogal spannend, denk ik. Even kijken, dan maken we het zo. Dus dan moet hij 1, 2, 3,
4 zo lopen. En dan maken we nog eventjes eentje zo. Kijk eens, zo. Kijk, dan moet hij daarheen. En dan maken we deze poort nog even een klein stukje groter. Kijk eens aan. En even kijken of dat dit parcours te halen is. Ja, dit is handig te halen. Eigenlijk is het heel erg makkelijk. Maar ik denk met die sentry guns die op je schieten, dat het toch best wel pittig moeilijk kan worden. Maar goed, dames en heren. Dan moet hij dus hier naar boven. En ik ga zeggen dat hij dus de schat moet gaan zoeken. En in een van deze torens ligt dus de schat. En je hebt hier dus wachtwoordchesten, waar je dus echt een wachtwoord in kan zetten. En laten we als code doen. Niet te moeilijk. 4, 3, 2, 1. Nou, dat moet hij toch wel kunnen raden, denk ik, hè? Ja, easy. En dan doen we even heel erg veel diamond blocks in deze chest. En dat is dan de schat. Dus 4, 3, 2, 1. Hoppa. En dan doen we dit erin. Hopsakee. Dan doe ik hem wel zo een beetje. Nou, dit is toch prachtig, mensen. Oh, dit zijn zoveel diamonds. Maar ik vind het nog een beetje te lastig. En daarom gaan we nog even wat deuren neerzetten. En hier moet ook een code op. En hier doen we gewoon 9, 8, 7, 6. Dat moet ook best wel makkelijk zijn, toch? Ja, dat doen we gewoon overal. En op deze manier moet je dus eerst deze codes gaan kraken. En dan ook nog eens hier zo de schat bemachtigen. Maar ik vind het nog iets te makkelijk. Nog steeds is dit te makkelijk, toch? Ja. Laat ik gewoon maar eens hier wat lava neer gaan zetten, zo. En dat doe ik precies hetzelfde hier zo. Kijk eens. En op deze manier heb je een klein pad eromheen. Zodat je dus zeg maar overal kan komen. En ik heb hier nog even wat sentry guns neergezet. Die Alex de lava in kunnen schieten dadelijk. Kijk, dit wordt toch helemaal top, mensen. Alleen vind ik wel dat die nog wel een beetje beschermd mag zijn. Dus ik maak hier even een prachtige chest. Met daarin een heleboel armor. En dit mag je dadelijk gaan gebruiken. En ik maak, omdat ik hartstikke aardig ben, hier ook nog even een klein muurtje zo. Kijk, dan kan je daar lekker achter schuilen, mocht dat nodig zijn. Want die sentry guns kunnen best wel pittig sterk zijn. Zo, kijk eens aan. Dit is zijn beschermingsmuur. Hier kan hij dus even veilig staan. En ik ben heel erg benieuwd of hij de codes kan kraken en bij de diamonds kan komen. Hey Alex, ben je al klaar? Ik ben helemaal klaar. En hoe staat het er bij jou voor? Nou, ik ben ook helemaal klaar. Wil jij het eerst die van mij zien? Ja, dat is goed. Mag ik over de muur komen? Jij mag zeker over de muur komen. Oké, wow! Ja, we hebben een heel kasteel. Dit is mega! Ja, dit is een enorm groot kasteel, dat heb je goed gezien. Maar het is niet zomaar een kasteel, zeg maar. Giel, je weet toch wel dat als ik nu naar survival ga, ik gelijk doodgeschoten ga worden door die kanonnen daarbovenop? Dat is precies de bedoeling, inderdaad. Dat heb je goed gezien. Ja, nou, ik ga het je even uitleggen, ja. Dit is namelijk niet zomaar een kasteel. Kijk, hier hebben we dus een parcours. En dit parcours moet je zien te halen zonder dat deze turret jou raken. En dan hier binnen zijn 4 torens. En in een van deze torens ligt een chest met een schat verstopt. Maar je mag nog niet kijken in de torens. Dus iets meer naar beneden. Oh. Iets meer naar beneden. Ja. En in die chest daar zo liggen wat spulletjes die jou gaan helpen. Zodat je niet in één keer doodgaat. En die mag je in principe allemaal wel aandoen. Ja. Oké, ik moet mijn pakje aan. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Ik kan sowieso doodgemaakt worden. Nee. Dit komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Je moet wel in survival modus. Anders dan... Daar zit ik in. Oké, top. Nou, Alex, zoals zeg ik, 3, 2, 1, start. Probeer me in te breken. Hup, en oké, go, en go, en hup, ik zit in de lava. Oh, dat meen je niet. Poging 2. Oké, daar gaan we. Yes. Oh, ja. Let's go. Alex, misschien, hè, ik heb een kleine tip voor je. Je moet gewoon echt zo snel mogelijk dit doen. Ja, dan had ik wel door. Ja, maar probeer. Het is echt easy. Ja, goed zo. Oh, het is echt deze. Weet je wat? Ik maak hem even één blokje simpeler zo. Ik denk dat dit wel een beetje zou moeten lukken. En dan maak ik hem even zo. En dan, dit zou je moeten lukken. Ik heb het echt een heel stuk makkelijker gemaakt. Go. Oh, ja. Oh, ja, bijna. Oké, wat moet ik nu doen? Nu moet jij de code zien te kraken van de deur. Hier, alsjeblieft. Oké, is de code 1, 2, 3, 4. Nee! Oké, zo'n code 0. Nee. Het is een... Je moet eigenlijk zeg maar van hoog naar laag tellen. Dat is de enige tip die ik geef. 9, 8, 7, 6. Ja! Okay, goed zo. Hier boven. Kom op. Zit hier de chest. Nee, je hebt nog niet de goeie. Je hebt nog zeker niet de goeie. Ja, kijk uit hoor. Er staan hier ook allemaal turrets. Kijk uit. Dadelijk val je weer. Oké. Je bent wel 9, heel erg... 9, 8, 7, 6. Ja. Is dit weer een kist, Alex? Ik kan vertellen, hier zit niet de kist. Wacht, ik zie hem volgens mij. De kist is daar! Ja, dat heb je goed gezien. Dat heb je heel goed gezien. Oké. Oké, 9, 8, 7, 6. Ja? 9, 8, 7, 6. Oké! Je bent er bijna. Nee, maar dit is dat ook al
slot. Ja, hier moet ook, hier zit ook een code op inderdaad. 1, 2, 3, 4. Nee. 4, 3, 2, 1. Ja! Let's go! Oké, Alex, zullen we die van jou eens even gaan bekijken? Ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, ik kom eraan en... Wow, heb je nou gewoon... Welkom in mijn basis. Ik zal je even een bedje voor je neerzetten. Voor het geval dat je doodgaat. Ik bedoel, zo goed ben jij niet in Minecraft volgens nou, mij. Nou, hey, kom op. Ik ben hartstikke goed. Ik ben echt supergoed. Nou, volgens mij valt dat best wel mee. Hey, maar wat een mooi huis heb je gemaakt. Met het inbreken in meneer Kippie's beveiligde huis. Hierin liggen zoveel diamonds. Oh, je wil niet weten hoeveel diamonds hier liggen. Succes! Oké, nou, ik sta in survival en ik ga het gewoon proberen. Ik ben heel benieuwd hoeveel diamonds erin liggen. Kijk uit! Dus de hekken staan momenteel onder stroom. Dus als je er tegenaan gaat, krijg je damage. Ja, maar hier staat toch helemaal geen hek? Nee, maar hier wel. Dus als ik... Oké. Ik kreeg echt heel erg veel damage. Oh, mijn god. Oké. Ik ga opschieten. Oh, een lever. Moet ik daar aan zitten of niet? Ik zou het niet weten. Het zit wel op zijn staartje. Oké. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Moet ik deze jump halen? Je mag uitzoeken wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd? Misschien aan de voorkant of zo? Misschien aan... Giel, ik weet ook niet of je het door hebt gehad toen je net in de lava viel, maar spring er toevallig eens nog een keer in. Je kan er gewoon in zwemmen! Oh, je hebt neppe lava gebruikt. Inderdaad, dus je doet de hele tijd heel moeilijk, terwijl het niet eens hoeft. Oh mijn god. Oh, maar dan kan ik waarschijnlijk ergens door de lava heen, zal dat het zijn? Ik denk dat ik maar daarbij hoe ga staartje... jij meneer Kippie's diamanten stelen? Ik moet er denk ik hierin, dat is het. Hieronder moet ik... Alex, hoe werkt dit? Zal ik je een kleine hint geven, Giel? Ja, doe maar. Oké, de map is veel groter dan alleen meneer Kippie. Oh, wat? Oh, dan is er hier wat gebeurd natuurlijk. Eens even kijken. Deze berg, die ziet er wel verdacht uit. Hallo? Oké, ik zie er nog helemaal niks. Oh, kijk, hier is dit net open gegaan. Dit is inderdaad net open gegaan. Je hebt het gevonden. Wow, wat? Dit is echt ziek. En ik neem deze pickaxe maar mee, denk ik. Of dat is een slim idee. Oké, nou, dan gaan we dat even meenemen. En wat is dit? Oh, hier moet ik natuurlijk zo onderdoor. Bam. Oh. Bam. Ja, let's go. Oké, ik ga kruipen. Oké, succes, Giel. Wow, wat is dit? Oh, joh, wat heb je allemaal gemaakt, joh? Welkom in het lava-parcours. Oh. Hier moet je naar de overkant zien te komen. En ik kan je vertellen, deze lava is niet echt. Of is niet nep. Ja, oké. Ja? Ja? Oh, je bent gauw! Wat is dit? Wat is dit voor aan deze muur? Ik vertrouw dit niet helemaal. Dit zijn gewoon de lampjes, Giel. Daar kan je gewoon voorbij lopen. Oh, oké. Ja, let's go. Ik ben er... Oh mijn god, ik ben super hard getrotten. Nou, dames en heren, ik kan ook zeggen dat ik super hard geprankt ben door Alex. Maar klik ook zeker even op deze video, want hier heb ik tegen Mick een veilige huis battle gedaan. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie weer terug bij de volgende video. Doei doei.